Ik ben Carla en ik ga verder met het verhaal van Dido, de verliefdheid van Dido. En dit is dus het begin van boek 4, regel 20 tot en met 29 ga ik nu bespreken. Ze is nog steeds bezig met het praten tegen Anna. Anna is hier de vocatief, dus is lastig te zien, maar dat zal meestal in de woordlijsten wel staan, in de aantekeningen. Fatehpur is een PV en dat is logisch, het staat tussen haakjes, niets tussen haakjes. Kun je meestal beschouwen als één zin. Hier heb ik een PV en hier heb ik een PV. Maar dan weet ik het nog niet precies. Ik heb namelijk allemaal enjambementen. Hier is een enjambement. Het eindigt niet op een leesteken. En er staat verder geen ander PV in wat bij dit stukje zou kunnen horen. Hier staat geen PV in. En hier staat erin is alleen eentje. Maar dan heb ik er hier nog één. Dus waar moet ik nou splitsen? Nou, hier heb ik een PV en daar heb ik een PV. Dus dat betekent dat hier ergens een splitsingsmoment is. En que is een voegwoordje. Que betekent et ervoor. Que erachter is et ervoor. Dus ik zal hier moeten splitsen. Dat weet ik zeker. Alleen hier eindigde hij. Hier was het versregel geëindigd. Dus ik geef even het tekentje van enjambement. En deze impulit hoort hierbij. Maar wat moet ik nou met die andere dingen doen? Kijk, fatebor enim. En dan haakje sluiten, daar begint ook een nieuwe zin. Dus oké. Okay. En het is hier een nieuwe hoofdzin. Er staat geen voegwoord, er staat geen relativum. Dus er begint hier een hoofdzin. Dit stukje, daar is sprake van enjambement. Want er staat geen leesteken. Hier is sprake van enjambement. En hier tussenin, ja, hier staat wel et. Maar in de aantekeningen staat dat je deze postfata, dat je daar ook hier die post bij moet denken, sparsos. En dat betekent dus dat het een opsomming is van twee postgevalletjes en niet van een nieuwe zin. Bovendien moet je opletten bij Virgilius. Soms kan een zogenaamde ablativus of dativus toch een axitivus bedoeld zijn. Dat zie ik door die sparsos, want waar zou die sparsos bij horen? Dat is een axitivus. Het enige die bij kan is hier meervoud penatis. Maar waarom penatis? Ja, soms staat penatis en het moet penatos zijn. Maar dat betekent dus dat deze hele zin één geheel is. Kijk of dat er nog in komt. Nee, dat lukte niet. Ik moet een beetje terug doen. Dus eventjes dit alles terug doen om te zorgen. Dat wil je niet. Deze zin hoort dus, dit laatste stukje hoort daar dus ook nog bij. Denk eraan. Ik krijg hem er niet echt daarbij. Dus er zijn drie zinnen. Anna is een vocatives en enim betekent want en fatebor is ik zal bekennen. Denk eraan, ik zie dat het een futurum is door de B plus wisselvokaal. Er staat geen BA, maar er staat een B met een andere klinker. Dan is het een futurum. En het is een deponens, dus ik moet hem actief vertalen. En hoe weet ik dat het een deponens is? Als je dit woordje opzoekt of je weet het, dan is het fateor met een R'tje erachter. En alles met een R'tje erachter, een werkwoord met een R erachter in een woordenlijst, betekent hij is een deponens, want hij bestaat alleen in het passief. Maar je moet hem actief vertalen. Nou, dan het volgende stukje. Inflexit, hij heeft omgebogen. Hij of zij of het, geen idee. Maar wat is het dan? Dus postfata, miseri is een genitivus. En die hoort bij Sigei. En Sigei is haar conjugis. En de fraterna caide is een ablativus. Solus hic is een nominativus. En sensus is een axitivus. Animum is een axitivus. En lavantum ook. Oké, dus hier, Anna. Want ik zal, wij in Nederland zeggen daar vaak een leidend voorwerp bij, ook al staat hij er hier niet. Soms is het wel handig om die erbij te doen, soms is het zelfs verplicht om die erbij te doen. Alleen hier is het denk ik niet helemaal verplicht. Nou, postfata miseri sigei conjugis, dat hoort bij elkaar. Dat is namelijk een voorzetsel na het lot of de lotgevallen van de, het is haar waar ik geloof, maar de ongelukkige Sigeus.
Hij is vermoord door haar broer. En na, want dat staat in de aantekeningen dat je die daarbij moet denken, na de besmeurde penaten, huisgoden. Fraterna caide is een ablativus, door met in op vanaf broederlijke moord. En dan hebben we nog solus hic, alleen hij, alleen deze. En sensus hebben we nog, de gevoelens. Nou, nu heb ik alles bij elkaar, dus hier kwam een hoofdzin. En dat wordt dan samen, alleen deze heeft mijn gevoelens omgebogen. Kijk, het beste is om van links naar rechts te lezen. Dan heb je echt, dit is de kern van de zin. Alleen deze heeft mijn gevoelens omgebogen. En daar komt daarna nog wat troepjes bij. Namelijk na de, het is niet het lotgevallen, de. Na de lotgevallen, vaak wordt dat vertaald met dood. Na de lotgevallen van mijn ongelukkige, die was ik hier vergeten, echtgenoot. Van mijn ongelukkige echtgenoot Sigeus. En echtgenoot. En na. Dus besmeurde huisgoden. Hoezo zijn ze dan besmeurd? Nee, het is mooi om dat besmeurd daarna te doen. Heel vaak moet je dat soort PPP's na het woord vertalen waar het bij staat. Namelijk na de huisgoden. Na het besmeuren, het is hier dominant vertaald. Het gaat niet om de huisgoden, het gaat over dat ze vies geworden zijn. Na het besmeuren van de huisgenoten, dat noemt men dan dominant vertalen. Dus sparsos is belangrijker vertaald dan de penates. En dat heet dus dominant vertalen. Na het besmeuren van de huisgoden door de broederlijke moord. En dat wordt soms wel eens vertaald met de moord door mijn broeder. Want haar broer heeft haar echtgenoot vermoord. Dus alleen deze heeft mijn gevoelens omgebogen. En hij heeft nog iets gedaan. Hij animum labantem impulit. Hij impulit. Hij bracht in beweging de animum labantem, het wankelende hart. Dus dan krijg je, alleen deze heeft mijn gevoelens omgebogen. En hij heeft mijn wankelende hart in beweging gebracht. Volgende zinnetje. Agnosco is een PV. Veteris komt van vetus, groep 3, en is dus een genitivus. Flammae zal dan ook een genitief zijn, want dan hoort het ergens bij namelijk. En vestigia is dan vestigium, onzijdig, nominatief of accusatief meervoud. Het zal wel accusatief meervoud zijn, want het werkwoord is een enkelvoud. Dus dan krijg je, ik herken. Vestigia, de sporen van een oude vlam. Oud vlam of vuur. Vlam klinkt bij ons een beetje alsof het haar, alsof ze hem al kende. Nee. Ze bedoelt, ik herken de sporen van oude, van de liefdesgevoelens. Niet, in Nederlands klinkt het een beetje te alsof zij hem al kent. Nee, dat is niet zo. Dus, ik herken de sporen van een oud vuur. Dan voorkom je het idee dat mensen denken, oh, maar ze kenden hem al. Nee, zeg maar oud vuur. Dan weer een lange zin. Dus hoe zit die nou weer bij? En hier wordt in allerlei aantekeningen vermeld. Ik zal het even in het blauw opschrijven. Daar worden allerlei aantekeningen gemaakt. Dus dan kun je het beste ook gewoon zo opschrijven. Er staat in aantekeningen vaak. Vertaal, zet mihi optem ut vel ut. Tenminste in mijn boek staat dat. Tellus imma de hiskat. Dus zo moet je het dan lezen. Dus schrijf het dan gewoon op en ga daarmee verder. Ga niet verder met wat hier staat.
Want dat betekent dat het dus te ingewikkeld is om te vertalen. Dus ik streep die voor mijn gevoel even. Het is mijn kladje namelijk. Ik streep die gewoon even door. Ik moet dit hier gaan doen. Nou, blijkbaar moet die in 1, 2, 3, 4, 5 zinnen. Nou, ik ben benieuwd of, of mij dat lukt. Zet me hier op tem. Op tem is een PV. Dan gaat mijn blauwe kleur weer weg, maar oké. Okay. De hiskat is ook een PV, dus dat betekent dat vel, vel, dus een opsomming, dat bij die vel een nieuwe zin begint. Dat is een nevenschringend voegwoordje, maar daarachter staat, er zijn twee mogelijkheden, of, maar daarachter staat wel een voegwoordje van de bijzin, ut, met de conjunctivus. Dus dat is, en hier komt dan weer een enjambement, want er staat geen leesteken. Hier staat wel een leesteken, hier staat een leesteken en hier staat een leesteken, dus waarschijnlijk zijn deze zinnen gewoon af. Deze hoef je daar iets geks mee te doen. Tenzij er natuurlijk twee PV's in één zo'n versregel staan. Nou, even kijken. Hier is weer die vel. En attigant is ook een conjunctivus. En hier staat geen ut. Maar omdat je zegt hier vel ut de hiskat, zal hier ook zijn vel ut de hiskat. Dus dit is ook een bijzin. Dan krijg je hier de hoofdzin. Die hoofdzin is al hier, sorry. Dan krijg je nog een bijzin. Ik zat even door te lezen. Palentis umbras. Hier staat helemaal geen PV in. En hier staat een umbras en hier staat een umbras. Dus ik denk dat dit gewoon een uitleg is van die umbras. Want er staat verder helemaal niks speciaals in. Helaas gaat hij dan niet door. En dan hebben we antepudor quam te violo. Violo is een PV. En risolvo is een PV. Oké, dat betekent dat ante quam te violo out. Out is een voegwoordje van de bijzin. Dus hier komt een nieuwe bijzin. En out is een nevenschrikkend voegwoordje van de bijzin. En aangezien ante quam, moet je lezen, een voegwoord is van de bijzin, is out ook een voegwoord van de bijzin. Want out is een nevenschrikkend voegwoord. Dat betekent twee dezelfde soort zinnen verbindt hij met elkaar. Net zoals deze vel twee dezelfde soort zinnen bij elkaar verbindt. En dat zijn dus twee bijwoorden, bijzinnen ook. Die beginnen met ut. Nou, de hoofdzin is moeilijk te zien omdat die allemaal met. Eventjes die goed doen. Nee, wacht even, er gaat even iets mis met mijn. Ik hou even op met dat gedoe om te laten zien dat het een bijzin is, want het gaat even hier gek. Dit is dus de hoofdzin. Probleempje. Een conjunctieve zin bijzin, daar doe ik niet moeilijk over. Ik kijk gewoon wat dat voegwoordje gaat betekenen en verder doe ik er helemaal niet moeilijk over dat er een conjunctieve zin bijzin staat. Helaas heb ik hier wel een conjunctieve zin in de hoofdzin. Daar moet ik goed over nadenken. De mihi is een dativus, dus voor mij. En optem is dus conjunctieve zin in de bijzin, in de hoofdzin. Er zijn vijf mogelijkheden. En een van de dingen is, als er een eerste persoon enkelvoud of meervoud staat, is het meestal een adhortativus, een aansporing. Of het gaat hier over, of het kan bij, als het gaat in een goddelijke context, als er sprake is over goden en zo, dan kan het een desideratief zijn, een conjunctivus van wens. Of er zou nog een potentialis in kunnen staan, maar dat is meestal met si. Als het begint met een vraagwoordje, dan is het vaak een twijfelgeval. Maar ik denk dat ik het al weet. Het lijkt een adhortativus, een aansporing, want er staat een eerste persoon. Maar optem is typisch iets, dat betekent wensen en dat is typisch iets wat je bij de goden doet. Dus, dat zou kunnen. Mogen ik wensen? Laat ik wensen? Of het kan zo'n egealis zijn, maar dan. Zou ik eerder hier kiezen voor niet mogen, maar laten. Ik ga toch kiezen voor laten. Laat ik wensen. Een soort aansporing. Maar laat ik wensen. Oeps. In eerste instantie. Maar ik kom daar nog op terug.
laat ik wensen voor mij. Dus maar laat ik voor mij wensen. Nou, wensen dat, ik wens dat, puntje, puntje, puntje. Dus de oet met de conjunctivus is hier het eentje van de finalis. En dat betekent dus op dat, of dat. Nou, dat klinkt hier veel beter, dus ik neem straks dat. Tellus imma is een nominativus. Dus dan krijg je, ik, laat ik wensen, dat de aarde, de diepe aarde, en de hiskat, oeps, die moet bij de nominativus. En de hiskat betekent hij opent zich. Vel betekent of, dus dan krijg je twee wensen die ze uit. Of dat de diepe aarde zich opent. Andere of, wel pater omnipotens is een nominativus. Me is een activus. Fulmine is een ablativus, groep 3. Atumbras is een activus. Umbras is een activus. Palentis hoort weer bij umbras, is weer zo'n is-uitgang die eigenlijk een activus is. Het is een meervoudsuitgang dan. Eribi is een genitivus. Noctem profundam hoort er ook bij en dat is ook activus. Ja. De Almachtige Vader. Omnipotens pater. Ad igent, hij slingert. Mij. Ad omgas, naar de schimmen. Naar uitleg, de bleke schimmen van de Erebos, van de onderwereld. En de diepe nacht. En dan hebben we nog Fulmine, en dat is een bliksem. Nou, alles tezamen wordt dat dus het volgende. Ik doe even zo, zodat we straks die rest ook nog kunnen zien. En dan hebben we hier nog of, en dan hoorde dus die dat erbij. Die moet je er nog bij denken, die oet. Dus of dat de diepe aarde zich opent, of dat de Almachtige Vader, Jupiter dus, Almachtige, mij naar de schimmen slingert. Naar de bleke schimmen van de Erebos. En naar de diepe nacht. Oftewel dat ze gewoon doodgaat. En dan die ablatius door met in op vanaf. Door de bliksem, met zijn bliksem. En dan krijg je antepudor. Pudor is een, staat tussen komma's en het is hier een aanspreekvorm. Antekwam is samen een voorzetsel, een voegwoord. Dus kan niet een activus maken. En te is een activus en tua jura is ook een activus. De violo betekent ik schend. En T is jou en poeder en antekwam is voordat en poeder kun je laten staan of is schaamte. Dus dan krijg je voordat ik jou, wordt uitgelegd wie dat is, schaamte, schend. En dan nog eentje, die aut tua jura resolvo. Of, en dat is nevenschikkend, dus die voordat moet je er weer bij denken van de vorige zin. Ik overtreed jouw wetten. Dus of, voordat ik jouw wetten overtreed.
overtreedt. Nou, als je dan bekijkt wat hier staat, dan is die conjunctivus hier een beetje vreemd. Laat ik wensen. Ja, ze kan dat wensen, een soort aansporing. Of ze mag, mogen ik wensen? Nee, je mogen ik doodgaan. Dat is een wens, maar niet mogen ik wensen. De aarde gaat openen, ze gaat dood, voordat ik denk dat dit hier een irrealis is. Omdat alles wat daarin staat, gaat niet gebeuren. Maar ik zou wensen. Het is een irrealis, ze gaat niet dood, de aarde opent zich niet. Dus achteraf pas kun je bedenken, nee, het lijkt wel een ad hortativus omdat het een eerste persoon is. Het heeft wel iets met wensen te maken, alsof het een desideratus is. Maar eigenlijk gaat het hier om, dit gebeurt allemaal niet. Dus het is een irrealis. Ik zou wensen dat de aarde zich opent, dat de Almachtige Vader mij naar de bliksem, naar de schimmen slingert, voordat ik jou schend of voordat ik jouw wetten overtreed. Maar dat gebeurt niet. Dus daarom de irrealis. Volgende zinnetje. Hier staat weer geen komma, dus waarschijnlijk is hier weer sprake van een enjambement. Kijk uit, het is niet altijd zo, maar ik zie hier een PV staan. En ik zie hier een PV staan. En ja, hier staat geen komma, dus, en hier staat wel een komma, dus ik denk dat hier enjambement is. Deze zin loopt hier door, maar het zijn wel twee zinnen, dus hoe zit het nou? Ille meos primus qui. Primus is expres naar voren gehaald, maar er staat wel een betrekkelijk voornaamwoord. Dus dat is een nieuwe bijzin. En die wordt afgesloten heel vaak met een komma. Dus amores hoort bij dat eerste stukje nog. Dus hier heb je weer het probleem van het Latijn, dat er zo vaak stukjes zijn die niet af is. Ille meos, daar moet nog iets mee gebeuren. Dan moet je niet iets verzinnen. Dan moet je kijken van waar staat het verderop de rest van de zin. Dus dat betekent dat deze zinnen, deze twee stukjes bij elkaar horen en één zin vormen. Dat laat ik even zien met mijn maantje. Deze horen bij elkaar. Het zijn dus twee zinnen. Meos is een accusativus en ille is een nominativus. Dat noemen ze wel juxtapositie. De twee belangrijkste figuren in het verhaal zijn naast elkaar geplaatst. En het hoort bij amores. Primus qui is een nominativus. En me is een accusativus. En sibi is een dativus. Nou, de eerste zin dan. Ille meos amores abstulit. Die. Hij abstulit, hij nam weg. Hij nam weg. Hij nam mee, kun je ook zeggen hier. Meos amores, mijn liefdegevoelens. Dus dan krijg je hij. Met nadruk, hij nam mijn liefdesgevoelens weg. Mee, misschien is hier mooier. Liefdegevoelens mee. Primus, de eerste, die, of die als eerste. Primus is naar buiten geplaatst. Een vooropplaatsing van een bepaald woord om nadruk op te vestigen. Die als eerste. Mij, jong zit hij verbond. Mij, Sibi, aan zich. Ik doe hier als eerste, want er zijn niet twee, drie mensen op een rijtje gezet. Maar hij was de eerste die dat deed, dus dat heet dan predicatief vertalen. Niet de eerste die, die eerste, die tweede, die derde. Nee, hij was de eerste, echt de allereerste die dat deed. Dus daarom predicatief vertaald. Die, hij, kun je hier zeggen puntje, puntje, want het is een uitwerking van die hij. Wie is die hij? Hij, die als eerste mij aan zich verbond. En dan, ille habiat secum servet quasipulcro. Habiat is een PV, servet is een PV, en dan staat que achter, logisch, want het is een opsomming van twee zinnen, twee hoofdzinnen dus, omdat de que staat en que is nevenschikkend, twee dezelfde soort zinnen. Ille is een nominativus, me secum is een allativus, is eigenlijk cum se, dus het voegwoordje, het voorzettertje cum met de c erbij, dus secum is cum se, en sepulcro is een ablativus.
Ille habiat, ook hier weer zit een conjunctief in de hoofdzin. Daar moet je alles wat mee. Zij heeft deze wensen geuit. Hij heeft zich als eerste verbonden. Het zal wel een desideratief zijn. Laten is meestal niet, want dan is het een adverbatief en die is meestal met de eerste persoon enkelvoud of meervoud. Het is hier allemaal over wensen die ze uit, dus het zal wel een desideratief zijn, een wens. De conjunctief van wens. En de conjunctief van wens vertaal je met mogen, hij, hebben. Secum is met zich, het is een voorzetsel. En dan krijg je dus letterlijk mogen hij met zich, bij zich misschien, is mooier in het Nederlands, hebben. Mogen hij bij zich hebben. En servet betekent dan ook weer die conjunctivus desideratives, mogen hij bewaren. En sepulcro is een graf. En dan krijg je dus mogen hij bewaren in het graf. Hier heb je echt, mogen hij bewaren in zijn graf. Hier heb je echt een zin die nog niet af is. Als je hier geen leidend voorwerp bij verzint, is die zin helemaal onzin. Dus mogen hij die, of mogen hij deze, mogen hij dit bij zich hebben, mogen hij dit bewaren in zijn graf. Dat klinkt veel beter. En wat is dat dit dan? Dat hij haar, dat zij hem niet vergeet. Dat ze hem niet verplaatst. Inlost met iemand anders. Hier moet je dus die heb ik gewoon maar bijverzonnen, maar anders kan het niet in het Nederlands. Hier hoort echt een leidend voorwerp bij. En dan moet je afvragen, wat is het nou? Is het dit, die, wat dan ook? Het gaat over dit voornemen van haar. Het is niet een persoon of zo, maar het gaat over dit voornemen van haar. Dus vandaar, mogen hij dit in zijn graf houden, bewaren. Mogen hij dit bij zich houden. Tot hier ga ik, want hierna houdt ze op met praten. Dit is het einde van haar speech. Ik zie jullie graag de volgende keer terug voor het volgende stuk.